Vandaag is de dag van de nieuwe ruimteconferentie. Dit is eigenlijk een toogdag voor iedereen die zich bezighoudt professioneel met ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling. We hebben als thema gekozen de crisis in de gebiedsontwikkeling en het vastgoed. Iedereen kent dat. Hier op de Binkhorst staan heel veel kantoren leeg. Mensen kunnen hun huizen niet verkopen omdat andere mensen geen nieuwe huizen durven te kopen. Het zit vast en eigenlijk beleidsmatig moeten we zien dat we dat loskrijgen. Dat is een lastige klus. We worden geconfronteerd met momenten in geschiedenis die heel erg onvoorspelbaar zijn. Crisis is zo'n moment. We moeten dat kwalitatief beoordelen. En dat moeten we dus veel meer doen op basis van onze gut feeling. De deugd van prudentie. Op het moment dat ik niet kan inschatten wat de lange termijn consequenties zijn van mijn beslissingen, moet ik die beslissingen maar liever niet nemen. Tot voor kort was het zo, had je een enorm groot waardeverschil tussen de koopwoning en de huurwoning. De huurwoning door het lage huurniveau had eigenlijk een hele lage exploitatiewaarde, een hele lage beleggingswaarde. Ik heb een boeiend verhaal gehoord over de hypotheekmarkt en de woningmarkt. En dat die twee eigenlijk niet los te koppelen zijn. Ik ben bij een sessie geweest over vergrijzing, dat was heel leuk. En dat ging over een beetje wat ons te wachten staat als woningcorporatie en de opgave waar we staan. Ik ben architect. Ik hoop ook hier nieuwe kansen te zien waar wij als architecten op ons vakgebied mee aan de slag kunnen. Zijn er oplossingen genoemd? Ik heb heel veel oplossingen gehoord. Maar ik hoor ook evenveel verschillende meningen naar aanleiding van iedere oplossing. Ja, ik vind private partijen moeten het zelf uitzoeken. In die zin dat je ziet dat ze in de afgelopen jaren zich helemaal kleurenblind hebben verdiend. Nu zitten tegen. En dat model van het nu tegenzitten, dat moeten ze ook zelf voor een groot deel oplossen. Dus er zal meer rekening mee moeten gehouden worden dat het voorlopig even zuur is voordat het zoet weer komt. In de woningmarkt zijn we inderdaad met een systeemverandering bezig. Dat bestaat uit een aantal onderdelen. De verhouding koop en huur is een beetje uit balans geraakt. En dat betekent dat we meer ruimte weer gaan scheppen voor een huurmarkt. Vooral het middenhuursegment was geleidelijk aan verdwenen. Dat doe je door de koopsector wat minder interessant te laten zijn. Dus ook de hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk aan verminderd. En door de huren ook sterker te laten stijgen. Daarmee krijg je weer een nieuwe balans in huur en koop. Hoe ziet de toekomst er echt uit als je verder dan 5 jaar kijkt? Maar uiteindelijk moet je dus vooruitkijken en je afvragen vanuit verschillende invalshoeken, is dit verstandig? Het was voor een deel overheid en voor een deel corporatie. Ik vind, ja, er zijn twee werelden. Echt twee verschillende werelden. Het is wat hoog abstractieniveau en dat is allemaal macro niveau waar we nu nog over praten. En het moet uiteindelijk toch wel bottom-up, denk ik, neergezet worden. Nou, dus zover zijn we gewoon nog niet, dat merk ik ook. They are responding with pragmatism, energy and ambition to, as we say in America, get stuff done. My premise is that we have a metropolitan revolution underway in the United States. And what that means is city and metropolitan areas and the networks of leaders who govern them are grappling with supersized challenges, and they understand they're on their own. You know, Washington is not riding to their rescue because they're stuck in partisan conflict. Nou, ik denk dat het een ontzettend leuke uitwisseling is geweest. We hebben eigenlijk alles wel langs zien komen. We zijn begonnen natuurlijk met Ewald Engelen over ook de financiële oorzaken en het bankaire systeem. En dat we dat ook moeten bedenken als we over de crisis denken. En uiteindelijk zijn we natuurlijk afgesloten met een vergelijking met Amerika, waar weer eigenlijk een oproep in zat van de toekomst ligt misschien in die steden, in die metropolitane regio's. En dat is natuurlijk voor Nederland ook een enorme uitdaging. Want ja, wat zijn wij nou? Zijn wij nou een dun bevolkte stad of een dicht bevolkt land? Ik denk dat die bandbreedte wel aangeeft hoe je over deze systeemcrisis moet praten. Het is niet dat je hier vandaag een receptuur hebt gekregen voor hoe je het kan oplossen. Maar het laat wel zien hoe fundamenteel het probleem is. Maar ook hoeveel denkkracht erop zit. Hoeveel leuke ideeën er en goede ideeën er ook zijn om er wat aan te doen. Ik ben tevreden over wat we vandaag hebben gezien.